camperplaats Lingewaard. Die ligt in Gent. En ja, daar zijn we alles eerder geweest. Daar komen we eigenlijk elk jaar wel een paar keer. Want daar vinden wij gewoon een hele fijne camperplaats. De temperatuur is goed. Het zonnetje wil een beetje doorbreken. Ja, dus we hebben er eigenlijk wel weer zin in om weer lekker weg te gaan. En nou hebben wij niet gereserveerd. En ook niet gebeld of er plek is. Want wij dachten, ja, waarom zouden we? Er is niks speciaals. Maar als je toch ziet wat er aan campers en caravans aan het rijden is, dan hoop ik dat we wel terecht kunnen. Dus ik zeg wel dat we naar Lingewaard gaan. Maar ja, dan moeten we nog even zien of dat wel gaat lukken. Moet je toch eens kijken. Allemaal campers en allemaal caravans. Dat rijden ze al. Niet normaal. Dan hoop ik dat ze allemaal naar huis gaan. Kijk, de Maas. Maar, oh joh. Nou, als we niet 100 campers zijn tegengekomen tot nu toe, dan weet ik het ook niet. Campers, 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 campers. Oh, daarachter ook allemaal campers, campers, campers. En caravans. Weer een mooie achterkant van een camper. Ja, toch? Ja, zeker mooi. En hier gaan we richting Bemmel. Laatste stukje. Nog een kleine 10 kilometer. Slaat naar 300 meter linksaf. Hier staat het al. Camperplaats, camperpark Lingewaard. Camperpark Lingewaard. En een nieuw bord. Ja. Kijk. Nou, wat leuk. Hey, kijk eens over wie ik het had. Zou dit Paul en Sanja niet zijn? Ik zou het niet. Hier links? Ik zou het niet weten. Ja, daar zijn ze. Even kijken, wacht even. Dat kan goed. Twee. Yes! Paul en Sonja, yes! Kijk, dit is wel heel erg leuk. In de auto hadden we het er nog over. Voor hetzelfde geld zitten Paul en Sonja hier op de camperplek. En wie staan hier? Jazeker, Paul en Sonja. Nou, dat vinden wij superleuk. En nou zijn we al een aantal uren hier. En we hebben onze eigen camper nog niet van binnen gezien. De zus van John, de eigenaar van de camperplek, en de zwager van John. Dus we zijn nog niet aan de soep begonnen, maar het is in ieder geval alweer meteen hartstikke gezellig hier. Kijk, als je nou een hond relax wil zien zitten, dan zie je hier een hond echt relax zitten. Het is 6:00, 's avonds. En het gaststel ziet er nog zo uit. Goed hè? Helemaal dicht. We hebben de lunch overgeslagen, we hebben de soep overgeslagen. Ik heb nog helemaal niet gegeten jij vandaag. Jij hebt nog helemaal niet gegeten vandaag. Dus we gaan aan het avondeten beginnen. Ja, maar het was in ieder geval weer hartstikke super super gezellig. Ja, we nemen nog even afscheid van onze buurtjes die we hebben leren kennen. Hele leuke Duitse mensen en die gaan nu verder naar de Vlinder. Yes. En deze lieve mensen die willen al, ik denk een uur doorrijden naar de volgende camperplaats. Eindelijk is het ze nu gelukt om los te komen van ons. En gaan ze verder op hun trip door Nederland. En gaan ze naar camperpark De Vlinder. Goeie reis! Tjus! Tjus! Hallo! Wij denken dat we hier een nieuw bord zien staan. Hier in de buurt zijn een aantal forellenvijvers. En hier staat nou een heel duidelijk bord dat je hier in de buurt kunt gaan vissen. En dat is echt heel dichtbij. Ja, 100 meter hier tegenover staat. Ja, kijk.
Ik sta hier bij de poort. En als je die kant op kijkt, daar is de forellenvijver al, daarom het hoekje. Dus echt heel erg dichtbij. Ja, en het is rustig op de camperplaats. We staan nog met 1, 2, 3, met 5 campers. En verder is hij leeg. We weten nou trouwens ook hoe het komt dat het gisteren zo ontzettend druk was op de weg. De Duitsers hadden 4 dagen vakantie. Een soort van hemelvaart. En die hadden dus van donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vrij. Dus vandaar dat het zo enorm druk was onderweg. Ja, hier staan wij. Ja, perfect. Meer kan ik er niet van maken. Gewoon een hartstikke mooie plek. We staan op plaats 13. En het maakt niet uit waar je staat hier. Het is altijd goed. Ja, en zoals je kunt zien, van ons uit is het vrijwel overal helemaal leeg. Nou, hiervoor hebben we nog een mooi veldje. Wat ik volgens mij nog niet eerder heb laten zien. Ze hebben hier stroomzuilen. En wat ik zelf eigenlijk wel een heel prettig en eerlijke manier van betaling vind, dat is dat je gewoon euromuntjes in die parel gooit op het moment dat je stroom nodig hebt. Dus je hebt niet dat je 3 of 4 euro toeslag betaalt. Maar gewoon, als je stroom gebruikt, dan betaal je voor de stroom die je gebruikt. En er is wel iets wat ik trouwens mis. Hier stonden altijd van die mooie paardjes. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er met die paarden gebeurd is. Of dat ze misschien op een andere plek staan. En Rob die is de fietsjes buiten aan het zetten. Kijk, daar staan ze al. Want we willen dadelijk toch een stukje gaan fietsen. We willen eigenlijk een rondje, geen echte fietsroute zeg maar, gaan uitzetten. We fietsen van hieruit naar de Linge en die volgen we dan een stukje. En dan gaan we via Doornenburg of via Gent, dat moeten we nog heel even zien, gaan we terug naar hier. En Gent hebben we eigenlijk nog nooit heel goed bekeken, dus het zou zomaar kunnen dat we daar eens even een stukje rond gaan fietsen. We gaan hem maken. Ja. Soepie. Wat voor soep? Oh. Een paprika soepje. Een paprika soep? Ja. En ik heb de paprika, de uitjes en de knoflook heb ik al gesneden. Die zit al in de pan. Maar we hebben een nieuwe uitdaging. En die is? We hebben geen stroom genomen. Nee. Dus hij gaat op de Ecoflow. Dus ik ben benieuwd of dat gaat lukken. Nou, gaan we eens even kijken, want hoeveel hebben we nog? Ik zeg het maar eens. Oeh, 56%. 56? Ja. Dat wordt spannend. Nou, dan gaan we kijken. Ja, we gaan het zien. En anders dan krijgen we soep in etappes. Ja. Daar gaan we dan. En op hoeveel watt zet hem nou? Zet hem op 650 watt nu. Goed. Dus ik ben benieuwd hoe lang hij het gaat doen. Hij gaat vanzelf uit, hè? Ja, ik hoop het toch niet. Nee. Ik ben echt benieuwd of dit gaat lukken. Dat hebben we nog niet eerder geprobeerd. Nee, waarom zou dat niet lukken? Ah ja, je weet niet, ik heb geen idee hoe lang dat nu gaat. Mm. Kijk, want hij moet nu 5 minuten aanbakken. Het pruttelt, het pruttelt. Lekker, hè? Ja, toch. Het ruikt in ieder geval nou wel goed. Het is maar eens goed bezig zijn. Ja, even aanbakken. Ja, dan wordt het eigenlijk een lekker soepje. Dat is wel de bedoeling in ieder geval. Ja. Nou, ik ben benieuwd. Ja, hij staat nog op 48%. Dus we zijn benieuwd hoe ver we komen. De bouillonblokjes erbij. Ja, op de achtergrond hebben we helaas de grasmaaier. Kijk, dat moet ook gebeuren, maar ja.
begint om toevallig nou net doorheen. Ja, precies op het verkeerde moment, maar ja, daar kun je ook niks aan doen. Nee. En ze zijn weer het gras aan het maaien. Kijk. Moet je nou toch eens zien, dat ziet er goed uit, hè, dat soepje. Ja. Dus we moeten toch eens kijken. Een tomaatje erbij, hola. Ja. En wat gaat er nou in? Ja, jij had snoeptomaatjes. Snoeptomaatjes gekocht. Ik had jou gevraagd om komkommers mee te nemen. Ja. En dan kom jij thuis. We konden komkommers niet vinden. Ja. Ik heb maar snoeptomaatjes meegenomen. Drie bakken vol van die dingen. Ja, zeker. Dat was een cadeaumeeting. Ja, maar hoe krijg je die ooit weg, man? Ja. Dus die gaan in de soep, hè, volwassen? Juist, gewoon die soep in. Nou, frutje is klaar. Dan moet het aan de koel komen en dan maar wachten. 38%. Ja. Hij is afgezekerd op hoe lang? Op 20 gaat hij uit of zo, hè? Ja, dat kan wel. Of op 30? Op 30 geloof ik. En wij daar staan. Oké, nou, dat wordt. Dat gaat niet lukken. Ja, dat gaat wel lukken. Helaas, pindakaas. We hebben de EcoFlow afgesteld dat hij niet verder ontlaat als 30%. En hij is ermee gestopt. De soep was net aan de kook. Maar die moet nog 10 minuten doorkoken. Dus helaas hebben we het niet gehaald. Nou, dus Rob is naar buiten. Met de stroomkabel. Ja, leggen we hem toch eventjes aan de stroom. Muntje erin om de soep af te krijgen. En zo te horen is de grasmaaier in de buurt. Nou ja, zo te horen. De hele auto die schudt. En daar komt de grasmaaier weer voorbij. Ja, en zojuist heb ik toch wel een kapitale fout gemaakt. Mijn hele aanrecht lag vol met allemaal afval van de soep en zo. Dus ik vroeg aan Rob, zou je daar misschien even weg kunnen gooien? En aangezien die intussen alweer 20 minuten weg is, ben ik bang dat die een beetje opgehouden is. Dus nou had ik samen soep kunnen eten, maar zit ik toch weer alleen aan de soep. Het is 2 uur. En meneer die komt eindelijk mijn lekkere soep zitten eten. Jazeker. Ja, flink staan te buurten. Ik heb intussen al afgewassen, gegeten. We zijn er weer bijna helemaal klaar voor. We gaan een stukje fietsen. Ik ben trouwens een zontomaatje geworden. Mijn neus is verbrand, mijn voorhoofd is verbrand. Hier. Dus vandaar dat ik toch maar even mijn pet ophoud. Ook al is het dan nu eigenlijk helemaal niet meer zonnig. Ja, we gaan een stukje fietsen. We gaan zonder navigatie, zonder fietsroute. Ja, we gaan het gewoon proberen. En de bedoeling is dat we richting de Linge fietsen. En dan rijden we gewoon een stuk langs de Linge op. En dan gaan we naar Gent. Dat is een prachtige visbij. Daar zie je het camperpark liggen bij die vlag. En daar staat het bordje dat 100 meter verderop een visvijver is. Nou, en die is dus hier. En nou ben ik niet van het vissen, maar ja, er zijn natuurlijk mensen zat die wel van het vissen zijn. Dus ik laat het toch even zien. Nou, hier wat informatie. En daar zie je de visplas. En dat ziet er hier wel heel erg mooi uit. En heel erg rustgevend. En zelfs hier staat er op de buurten. Fijne dag! Ja, dankjewel! Houdoe! Houdoe! En daar staan we dan. Boven de Linge. Toch eigenlijk heel bijzonder, hè? Dit is dan, de ene zegt de langste rivier van Nederland. Of de ene langste. Nou ja, maakt me verder niet zoveel uit. Maar als je hier zo kijkt, dan denk je, het is toch maar een klein riviertje. In ieder geval een hele smalle. Nou, we gaan even naar de overkant toe. Kijk, daar staan wij. En als je nou vooruit kijkt, dan wordt hij zelfs nog smaller. Kun je nagaan. Ja, en het einde van deze rivier is heel bijzonder. Hè? Eigenlijk loopt hij niet eens het Pannerdensch Kanaal in.
Het is eigenlijk meer een duiker onder de weg en daar houd je in één keer op. Nou sta ik hier weer boven die Lingen, boven een soort van brug. En dan zie je dit. En ik kijk even over het randje. En dan zie je dat je over die Lingen toch niet echt lekker varen kan. Dus het is wel de grootste rivier van Nederland, of dan de ene grootste. Ik geloof dat die 108 kilometer is of zo. Maar varen, ho maar. In ieder geval niet hier. En dan zag ik hier ook nog een vislift. Je kunt hier dan niet varen, maar ze hebben wel aan de vissen gedacht. En dat vind ik dan weer mooi. En hier nog even een blik van boven, wat ik net vanaf dat bruggetje liet zien. Nog steeds geen kers gezien hier. Wel heerlijke appeltjes, ja. Hier gaan we de Lingen oversteken. Maar we hebben ook het idee dat we over een mooi nieuw bruggetje gaan. Er staat ook nog een bordje bij. In 7 stappen naar een circulaire fietsbrug. Mooi bruggetje. Oh, Gent 1 kilometer. Daar valt ze ook mee. Kijk, en hier hebben we de aankondiging voor de kersenfeesten. 28 tot 30 juni. Ach, en de waar komt hier die wil spelen, die is zijn balletje gaan halen. Nou, P die wordt 50. Gefeliciteerd, P. Zie je daar? We rijden Gent in. Volgens het bordje. Ja. Nou, dan gaan we eens kijken wat er eigenlijk allemaal in Gent te zien is. Ja, wat ze hier aan het maken of aan het afbreken zijn, dat weten we niet. Ik weet ook niet of ze dan maken of aan het afbreken zijn eigenlijk. Blijkbaar een jubileumweek. Kijk, en hier een hele rits aan allemaal aankondigingen van datgene wat hier gaat gebeuren. Ja, hier rijden we door het centrum. Hier waren vorig jaar ook de kersenfeesten in deze straat. Kleding voor een goed humeur. Ja, dat vind ik dan wel weer een leuke aankondiging. Nou, daar is hij dan. Hallo. We moeten niet heel die dijk af te lopen, hè? Ja, en we komen weer iemand tegen. Heel grappig. We zijn gezellig aan de buurt over onder andere ons vloggen, maar ook zeker over de mooie omgeving waar we hier zijn. Want het is hier wel ontzettend mooi. Kijk, we zijn nu toch langs de Waalkade. Of ja, niet langs de Waalkade. We zijn nu gewoon eigenlijk met in de verte zicht op het Pannerdens kanaal aan het rondfietsen. En dit weggetje vinden wij altijd een heel mooi weggetje om te volgen. En we konden het niet laten, dus we doen het toch eventjes. Dan rijden we hier toch nog een stukje over de dijk. Kijk eens, even een mooi beeldje. Vanaf de dijk hier. Over het landschap. Het is hier echt ontzettend mooi. We gaan op zoek naar een frietent. Zo, hier rijden we de dijk weer af en rijden we Gent weer. En hier staan we voor het Oorlogsmuseum. Met allemaal oude voertuigen daarvoor. En hier nog een blik van vooraf op dat Oorlogsmuseum. Ja, en nou weet je het hier maar nooit. Voor hetzelfde geld is dit weer gewoon een stukje van de Lingen. Zo'n klein plukje omhoog. Ja, en als je het dan toch over rivieren hebt. Een anker. En helaas is het licht niet mooi. Maar ik wil toch even die kerk laten zien van Gent. Ik ben er nog niet over uit of ik hem mooi vind.
Maar zo eentje heb ik eigenlijk nog niet eerder gezien. Dus hij is wel bijzonder. Althans, ik vind hem bijzonder. En deze kerk staat helemaal in de steigers. We vroegen ons af waarom, maar we zien allemaal brievenbussen. Dus wij nemen aan dat die wordt omgebouwd tot alle appartementen. En dan zien we dit hier weer staan. Grappig. En daar staat er nog eentje. En hier zien we nog een kerk. Ook weer zo'n aparte vorm. Ik ga er toch ook even naartoe. De protestantse gemeente Gent-Doornenburg. Een Fairtrade-kerk. Ja. Fairtrade. Die ga ik weer even van beneden naar boven nemen. Die vind ik weer heel bijzonder. Kijk. Mooi, hè? Klein beetje scheef, zo af en toe. En Rob staat daar weer braaf te wachten. Die denkt, we moeten ze nou toch weer allemaal opnemen. Ja, maar nu is het tijd voor de frietent. En dit is dan wel weer een hele bijzondere kerk, om twee redenen. Het is alleen een torentje en hij maakt geen geluid. Kijk, dit staat er wel nog achteraan. Kijk, deze vinden wij dan wel weer leuk. Een week geen friet is een week niet geleefd. Nou, we gaan lekker frietje eten. Rob zit er alleen maar klaar voor. Dat ziet er goed uit. Was helemaal goed, was helemaal lekker. En het was een verrekkers grote friet. Daar gaan we weer. Terug naar de camperplek. Oh, wat leuk. Vullentje en Mary. Ik was net te laat met mijn camera, want ze stond net te drinken. Ja, dat is een nadeel als je langs een drukke weg fietst. Ja. Dat was wel heel druk. Nou, we zijn er weer. Ja. Yeah. We hebben het weer gevonden. Knap van ons. Het is 11 uur, een beetje vroeg, maar ik maak toch nog eventjes de soep op. Of de soep warm en dadelijk eten we hem even op, want anders dan wordt dat feest in de koelkast. En ja, we zijn aan het opruimen, dus ik heb de afwas alweer klaarstaan. Die mag zo meteen weg. En wat ik al zei, nog even een bakje soep eten en dan gaan we helaas weer vertrekken. Rob is toch nog een beetje de auto aan het poetsen. Maar is hij toch mooi, hè? Ja, de grootste hoop eraf. Maar als je zo kijkt, dan ziet hij er gewoon hartstikke mooi uit. Goed hoor. Goed gehad, hè? Zeker weten. Nou, kijk er eens. Ja. Weer geen afwasbabbels. En hoe komt dat nou? Ja, er was niemand. Nee. Dus ja, dan houdt het op. En diegenen die er waren, die waren alweer weg. Ja, het is heel rustig op de camperplaats. Je ja. Moet echt geluk hebben dat je iemand bij de auto treft. Ja. Nou, dus dat was niet het geval. Nee. Och, en kijk eens wat leuk wat daar hangt. Ons kaartje. En we hebben hier eigenlijk alles al laten zien. Maar deze is volgens mij helemaal nieuw. We gaan naar huis. Het trappetje is weer in. We gaan nog even lozen. En dan, ja, dan rijden we weer terug. Ja, de camperplaats is zo goed als leeg. Achterin staan nog wat mensen. Maar hier is het zo goed als leeg. Nou, Rob is inmiddels aangekomen op de loosplek. Die heeft nog even werk. En
daar is de Waalbrug alweer in zicht. Ja, en hier gaan we de Waal over. En die staat al hoog. Maar die komt zo hoog te staan dat een aantal campings in de uiterwaarden van de Waal moeten worden ontruimd. Want ja, de watersnood in het zuiden van Duitsland, al dat water komt via de Rijn deze kant op. Dus kun je nagaan wat er nog mee gaat gebeuren. En we zijn de A73 weer opgereden. Dus we gaan even terugkijken op deze trip. Wat hebben we gedaan? We zijn inderdaad wezen fietsen. We zijn naar een rondje gereden langs de Lingen in eerste instantie en dan via Gent terug. En toen zijn we Gent eens gaan bekijken, want ja, Gent, daar komen we eigenlijk normaal gesproken niet. We zijn weer hele leuke mensen tegengekomen. We zijn bekenden, Paul en Sonja, daar zijn we op bezoek geweest. Die zijn ook bij ons op bezoek geweest. We zijn nieuwe mensen tegengekomen, Gunther en Jutta. En dat zijn hele leuke mensen uit Duitsland die wij ontmoet hebben. Die stonden naast ons. En toen wij aan het fietsen waren, zijn we iemand tegengekomen. Zomaar spontaan. En naam weten we helaas niet. Maar echt een man waar we ook ontzettend leuk mee hebben staan te kletsen. Ja, en we hebben weer iets ontdekt. En deze? Ja, we hadden al eens een keer een verrekkersgrote friet. Maar nu hebben we een overtreffende trap verreksgrote friet getroffen. Oh, hij was goed en lekker ook. Echt heel erg lekker. Dus ja, een mooi moment om deze trip weer af te gaan sluiten. En we willen jullie weer bedanken voor het kijken. We vinden het superleuk als jullie het leuk gevonden hebben, een duimpje omhoog willen geven. En we zien jullie weer heel graag bij de volgende vlog. Dus tot de volgende vlog. Houdoe. Houdoe. En nog even een mooie blik op de maan.